Onlangs werd de tweedaagse Made in Para beurs gehouden. Met het oog op het stimuleren van ondernemerschap in het district Para wordt de nadruk gelegd op de agrarische potentie van het district. De beurs was een initiatief van de ondernemers van het district Para en werd gehouden op het complex van Mine Garwash. Wat vindt u van de Made in Para beurs? Wat ik van de Made in Para beurs vind, de Made in Para beurs is bijzonder inspirerend. We kunnen hier zien wat er in Para geproduceerd wordt en kan worden. En het geeft in ieder geval hoop dat wij met z'n allen heel veel meer kunnen bereiken dan wat we al doen. Hoe is het gesteld met de handel in Para? Voor zover ik weet gaat het behoorlijk goed, want ik heb begrepen dat een ieder in Para ook ondernemer is. En ik heb steeds gezegd dat we te weinig ondernemers hebben in Suriname. En te zien dat de mensen hier vooruitstrevend zijn, ze wachten niet op de overheid. En dat stemt me behoorlijk goed. De handel is wat mij betreft dan een van de belangrijkste dingen die de district verder tot ontwikkeling gaan brengen. Want Para heeft een bijzonder groot potentieel. Zowel op agrarisch, toerisme, maar ondernemerspotentie in Para is bijzonder groot. Het is bijzonder belangrijk dat dit soort activiteiten gedecentraliseerd gebeuren. Wij bij het ministerie zijn bezig met een Made in Suriname keurmerk. Dat dit hier in Para gebeurt, een Made in Para beurs, past heel goed in ons beleid. En wij zien graag dat de andere districten daar ook een voorbeeld van nemen. Zoals een Made in Nikeri, een Made in Albina, Made in Brokopondo, Coroni, etc. En daarbij zeg je eigenlijk, decentralisatie is nodig. Decentralisatie is nodig, zeker voor dit soort initiatieven. En hoe ver is het ministerie met de Made in Suriname merk, zoals u daarnet aangaf? Nou, de Made in Suriname keurmerk was een initiatief dat enkele jaren terug begonnen is. Om diverse redenen is het niet verder van iets van geworden. En we hebben het nu weer opgepakt. We willen dat het in ieder geval een standaard gaat worden voor Surinaamse producten, voor Surinaamse producenten, zodat wij internationaal, maar ook nationaal, op een bepaald niveau kunnen opereren. Waarom wordt deze beurs gehouden? Nou, deze beurs wordt gehouden om te kijken, te weten waar de ondernemers zich bevinden en wat ze allemaal doen in Para. Wat we hiermee willen bereiken is dat, kijk, als je kijkt naar de situatie in het land, toch? We moeten die ondernemers gaan bundelen. En als je ze hebt gebundeld, kan je makkelijk aan de producten komen in het district. Kijk, Para heeft zoveel te bieden. Maar als je dit niet organiseert, weet je niet waar die mensen zijn en wat ze allemaal doen. Je hebt een gouden neiging om naar Wanica te gaan of naar Paramaribo. Maar met zo'n beurs breng je iedereen naar buiten en weet iedereen wat ze te bieden hebben. Wat het gaat leveren voor Para is gewoon werkgelegenheid. Als je ondernemer bent, op den duur gaat je business uitbouwen, het gaat groeien. Ga je sowieso mensen nodig hebben en dan ga je mensen in dienst nemen. En als je 200 ondernemers hebt die daarvoor kunnen bijdragen in het district voor werkgelegenheid, zie je wat voor expansie het al heeft. Dus dat willen we eigenlijk gaan bevorderen. Dat niet iedereen hoeft te denken van om naar de overheid te gaan. Want op den duur is daar al een mammoet. Het heeft een bestand die niemand meer kan accommoderen. En het is ook niet goed voor het land, voor de economie. Want heeft de overheid te veel uitgaven. Terwijl wij als we die ondernemers gaan bundelen en ze een locatie geven, toch, om hun spullen aan de man te brengen, toch, dan denk ik dat we economisch echt voordeel uit gaan putten. Meneer Jairam, hoe is het gesteld met de agrarische sector in het district Para? Nou, ik heb net gezegd, district Para heeft alle ingrediënten om te bloeien tot een heel groot en bijzonder agrarisch district in Suriname. Ze hebben genoeg grond, ze hebben genoeg ondernemers,
wat nodig is, de stimulans. En daarom zijn we heel blij met het initiatief van deze platform. Dat zij van hun kant uit, samen met ondersteuning van andere actoren, de bestaande bedrijven, ondernemers, zover willen krijgen dat ze, laten we zeggen, vooruit gaan, meer ontwikkeling brengen wat betreft de agrarische sector. Het initiatief van de Medeparabeurs vind ik een bijzonder initiatief, vooral hoe het komt van de particulieren. Hiermee stimuleer je de sector. En welke bijdrage zal LVV leveren aan deze beurs? De bijdrage die LVV zal leveren aan deze beurs is eigenlijk de taakstelling van het ministerie van LVV. Stimuleren, begeleiden, ondersteunen van elke ondernemer in de agrarische sector. Zowel landbouw, vee, visserij, maar nu gaat het om para. En ik heb gemerkt dat men meer de nadruk heeft gelegd op de landbouwsector. En we zijn er, u heeft ook gezien dat de LVV nu al vertegenwoordigd is met een team van de bijenteelt en plantvermeerdering. De Meet en Parabeurs is een hele mooie activiteit. Het is een heel goed initiatief. En ik denk dat het een voorbeeld moet zijn dat het kan in het district Para. Wanneer we nu een Meet en Parabeurs hebben in Para en dat we ondernemers in het district Para in de gelegenheid stellen om die producten die ze maken in dit district, om die producten tentoon te stellen, die producten aan de man te brengen, dat kunnen we niet anders zeggen dat het een heel goede activiteit is. En dat we moeten kijken op welke wijze we deze activiteit verder kunnen ondersteunen. Maar die Meet en Parabeurs, die naam zegt het al, Meet en Para. En we moeten trots zijn als Paraan dat we onze eigen producten tentoon kunnen stellen. Die Meet en Parabeurs is voor het district Para heel belangrijk. En ik zeg niet zomaar heel belangrijk, omdat Para op dit moment staat voor een verandering. Wanneer we het district kennen als een district waar iedereen werk kon vinden bij de bauxietmaatschappijen, denk aan de Billingtonmaatschappij, Suriname en de Suralco, nu is dat niet meer het geval. En dan gaan we mensen moeten overtuigen, mensen moeten bewegen om in een bepaalde sector actief te zijn. Maar als die sector geen leven heeft, dan zal het niks betekenen. Maar wanneer we nu een Para tentoon kunnen stellen, dat we bijvoorbeeld in de agrarische sector, dat er bijvoorbeeld in de agrarische sector potentie is, dat mensen kunnen planten en dat mensen daarvan kunnen leven. En dat stellen we alles aan het publiek, men kan het zien. Dan is het heel belangrijk om zo'n activiteit te organiseren. Toch, deze activiteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, aan die verdere ontwikkeling van het district Para. Maar kan ook een bijdrage leveren dat een heleboel jonge paranen, vrouwen, mannen, werk kunnen vinden in deze sector, maar dat ze ook hun eigen ding kunnen beginnen. Dus een eigen onderneming. En daarmee kunnen ze hun gezin in feite onderhouden, zichzelf onderhouden en daarmee kunnen ze een bijdrage leveren aan die verdere ontwikkeling van het district Para. Dus die Meet en Para beurs is voor de ontwikkeling van het district Para heel belangrijk. Je zou niet kunnen zeggen je bent helemaal tevreden, want je wil nog meer ondernemers hebben, want Para heeft nog meer ondernemers. Maar ik ben blij dat we uit al die mogelijkheden die Para heeft, dat we die ondernemers hier hebben. Dus die ondernemers die hier aanwezig zijn, geven een weerspiegeling aan van wat we in Para hebben. Dus ik kan toch zeggen, ik ben tevreden met de wijze hoe de ondernemers in het district Para hebben gereageerd op die Meet en Para beurs door hier alvast hun producten tentoon te stellen. We hebben cassave, we hebben bloementeelt, we hebben honing, we hebben stroop, we hebben koeksoorten, we hebben een heleboel producten. Ook uit de melkveesector zien we dat er producten zijn die uiteindelijk verder verwerkt worden. Dus de aanwezigheid van Paraanse ondernemers hier stelt mij al tevreden dat we dus op de goede weg zijn en verder kunnen gaan met dingen hier in Para maken, Meet in Para. Ik ben bijzonder blij met wat ik heb gezien en aangeboden heb gekregen. En ik moet zeggen, dit is een eerste beurs in het district Meet in Para. En zoals ik eerder heb gezegd, we willen meer van dit soort dingen zien in de diverse districten. En tot nu toe ben ik bijzonder tevreden.